De jaarlijkse opwekkingsconferentie in Biddinghuizen trekt steeds meer mensen naar de polder. Dit jaar worden er 65.000 bezoekers verwacht. Het evangelische karakter is overduidelijk. Maar je kunt er ook onverwachte ontmoetingen hebben. Zoals met Klaas van der Kamp. Je zal maar de grootste deken ter wereld moeten haken. Ik ben alleen al dankbaar dat ik het niet hoef te doen. Ik ga bijna ieder jaar hier wel naartoe, omdat ik het een prachtige ontmoeting vind. Ik krijg er energie van. Mensen zijn zeer betrokken, toegewijd voor de zaak van het geloof. Zingen met volle passie en overgave. Geen betere plek om de Pinksteren door te brengen dan hier. Heb je al veel Overijsselaars gespot? Er komen relatief veel mensen in Overijssel. Ook niet zo gek natuurlijk, omdat we hier bij Walibi ook aan de grens van Overijssel zitten. Maar er zijn ook gewoon heel veel mensen in Overijssel die dit genre van beleving aanspreekt. Dus ik heb best wel veel mensen ontmoet die je kent, ja. Nee, nooit gevallen. Ik heb een... Hallo, waar komt u vandaan? Uit Hengelo. En wat trekt u naar deze bijeenkomst? Omdat ik een kind van Jezus ben en van God hou. Tijdelijk van het geloof af geweest. Maar door veel ziekte en lijden toch weer Jezus leren kennen. En wat haalt u uit deze dag voor uzelf? Hopelijk een persoonlijk woord wat mij recht raakt in het hart. Meer dan 20.000 mensen kiezen ervoor hun tent op te slaan op een van de campings rond het terrein. Zoals deze vriendengroep uit de omgeving van Kampen en Zwolle. Ja, wij komen uit een PKN-gemeente. En toen mijn broers een beetje aan het puberen waren, toen vonden ze dat niet meer heel erg leuk. Dus toen gingen we af en toe naar de VZ. En zo zijn we, ja, nu, we zitten nog wel in de PKN-gemeente, maar af en toe dan gaan we even naar de VZ toe. En wat haal je hier uit voor jezelf van zo'n conferentie? Even lekker een boost of zo weer in je geloofsleven. Lekker het enthousiasme en ook we hadden het er net ook over, dat je weer ziet hoeveel mensen om je heen eigenlijk gewoon christelijk zijn. En dat je, ja, heel erg dat samengevoel. Ja. Wij zijn op Pinkpop geweest. Dat is wel een grote festival. Een bevrijdingsfestival. Ik ga aan het eind van de maand naar Constantie. Dus dat zijn allemaal wel weer festivals waar iets andere sfeer is soms. Of ja, een andere slag mensen. Ja. Het is genieten met elkaar. En af en toe is het lekker druk. En dan moet je je kleintje in de gaten houden. Maar het is hartstikke leuk. En volgens mij is bijna iedereen niet te vertrouwen. Ja. Nou ja, er zijn wel eens wat festivals afgelast in verband met terreurdreiging. Ja, dat klopt. Nou ja, dat is er ook. En daarom is het ook goed dat politie en andere mensen en wij allemaal scherp zijn. Maar wij vertrouwen wel op God. En ik ben er niet bang voor dat zoiets hier gaat gebeuren. Nou, we hebben veelvuldig contact ook met de overheidsdiensten, met de politie en alle organisaties in Nederland die daarover gaan. En die informeren ons over wat er gebeurt. En die hebben ons ook verzekerd dat er geen reden is om maar enige angst te hebben dat het hier zou kunnen gebeuren. De 76-jarige Corrie Brouwer uit Hengelo heeft speciaal een tent gekocht voor opwekking. Ik ben hier donderdag naartoe gegaan, samen met vrienden. En ik hoop het tot de maandag uit te zitten. En hoe is dat met zoveel jeugd om je heen? Heerlijk. Van jonge mensen blijf je als je ouder wordt jong. Als je niet oud wil worden, moet je zorgen dat je jonge mensen ontmoet. En dat je betrokken blijft bij jongeren. Hun leefwereld is vaak anders. Of lijkt anders dan die van de ouderen. Maar in deze is het niet zo. Binnen de kerken gaan stemmen op om een christelijke feestdag als de Tweede Pinksterdag in te leveren ten gunste van bijvoorbeeld het islamitische suikerfeest. Van der Kamp is kritisch. Wat we tot nu toe als christen hebben ingeleverd, de zondag is ten koste gegaan van de arbeiders. Mensen moeten meer werken, moeten flexibeler zijn. Dus ik ben er wel voor als moslims daar zelf om vragen om hen ruimte te gunnen en om daar bijvoorbeeld een nationaal karakter aan te geven. Maar laat ze dan zelf vragen om bijvoorbeeld het suikerfeest. En dat is een flexibele datum trouwens. Hè? Dus het is heel raar om dat dan ineens tegen Tweede Pinksterdag uit te ruilen. En om zelf het suikeromkje te spelen voor de moslims. Een beetje betuttelend vind ik het ook. Dus het is een heel raar voorstel. Nou ja, ik denk dat het zo'n vaart niet zal lopen. En als het zover is, dan gaan we een alternatief bedenken. Of ja, mensen nemen vrij op maandag, zou ook nog kunnen. Tot zolang het niet zo is,
houden we maar zoals het is. En we hebben met elkaar dit feest tot aan de maandag.